Yes, dames en heren, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Als je wilt, druk alvast op het blauwe duimpje omhoog. Heel erg bedankt alvast. Abonneren kan natuurlijk ook op dit kanaal. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop. Jullie zien ook direct de itemshop van vandaag in beeld staan. Rechts onderin kun je de code teveelgevraagd natuurlijk invullen. Als je dat hebt gedaan, stuur jouw bewijsje op naar onze Instagram. @teveelgevraagd. Wie dat ook heeft gedaan, is Lucas Visser. Mag ik in de ochtend video? Jullie zijn bazen. Hey Lucas, heel erg bedankt voor het gebruik van onze code. En je zit in de ochtendvideo. Thanks voor dat, Lucas. Dikke S naar jou. We gaan denk ik door naar het eerste topic. Ik heb vandaag niet heel erg veel, maar ik heb wel leuk nieuws. Dus laten we direct gaan beginnen. Ja, het eerste topic. Hoe ver zitten we op dit moment in Season 6? Nou, op dit moment zitten we op 70%. Dus we moeten nog 25 dagjes wachten. Ja, gaat zo rapjes, hè. En dan zitten we al in het volgende seizoen. Nog één grote update krijgen we. Ik verwacht dat die, even kijken, niet volgende week, maar rond de 25ste gaat komen. Dus nog 2 weken moeten we wachten. We hebben natuurlijk net een grote update gekregen. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een leuke. Weten jullie namelijk nog toen we in de Epic Games Store GTA gratis kregen? Iedereen kon gewoon gratis en voor niks GTA downloaden. En iedereen die dat heeft gedaan, heeft op de dag van vandaag nog steeds GTA gratis. Super chill natuurlijk. Maar voor de rest hebben we niet veel gratis dingen meer gekregen. Maar daar komt verandering in. Namelijk over een aantal dagen, namelijk ongeveer 6 dagen dan, krijgen we weer een gratis game. En dit wordt weer een grote titel. Het zou natuurlijk kunnen dat het weer GTA kan zijn. Het kan ook een andere grote game zijn. Maar dat het een grote titel gaat zijn, vrij zeker. Want ze kondigen het best wel groot aan. Dus zeker weten in de gaten houden, de Epic Games Store. Ik zal het natuurlijk laten weten in de ochtendvideo wanneer die gratis game bekend is gemaakt. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe Wild Week. Zoals jullie weten, we hebben natuurlijk vorige week de Wild Week in het thema van vuur gekregen. Nou, deze week krijgen we een andere Wild Week, namelijk in het thema van vissen. Jawel, helemaal in het thema van vissen. Dat zien jullie ook op dit plaatje. Allemaal gekke vissen hier zien jullie daar staan. Maar wat gaat er precies veranderen? Nou, allereerst wil ik eventjes mentionen, als het goed is, blijft het vuurthema blijft. Dus we krijgen vissen en we krijgen behouden eigenlijk ook het thema wat we hiervoor hadden. Maar dat weet ik niet 100% zeker, weet ik 90% zeker. Maar goed, dat boeit ook niet. Maar goed, wat krijgen we bij deze week? Nou, deze week is al ingegaan, namelijk gisteren is het al ingegaan tot en met, even kijken, 20 mei. Dan is het afgelopen. En dan 3 juni pas krijgen we weer een volgende Wild Week. Maar goed, eerst eventjes deze week. Nou, allereerst, vispots zullen langer actief blijven. Plus, nog wel een leuk dingetje, als je gaat vissen, meer kans op vissen. Dus je hebt meer kans op goede loot qua vissen. Dus dat is zeker weten chill. Daarnaast, als je naar visspots gaat, dan kun je daar wel eens wapens vinden. En die wapens zullen nu minimaal een rarity hebben van rare. Dus je krijgt niet die lage onzin, nee, rare of hoger. Dus dat is ook super chill. En daarnaast zal de pro fishing rod vaker te vinden zijn. Dus die kun je veel meer vinden door de gehele map heen. Dus dat is ook super nice. Daarnaast zijn er ook nog een aantal legendary quests die je kunt doen van Turk. Turk is volgens mij een NPC. Daar moet je heen gaan. Dan kun je die legendary quest volgens mij doen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar goed. In ieder geval, dat gaat er ongeveer veranderen eigenlijk. Dus zeker weten interessant. Deze week kun je dus sowieso je visboekje, je viscollectieboekje, kun je eigenlijk een soort van afronden of inhalen als je nog niet te veel hebt gedaan. Want deze week is echt gewoon de week om te gaan vissen. Super veel spots om te gaan vissen. Veel loot. Veel vissen, 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 vissen. Goed, we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over Ninja. Namelijk Ninja, die is teruggekomen naar Fortnite. Jawel, hij is gewoon terug. Ja, hij heeft gisteren gewoon lopen streamen. En daarin heeft hij best wel iets interessants gezegd. Namelijk, het gaat over support a creator code. Zoals jullie weten, wij hebben ook een code die jullie kunnen invullen als je iets gaat aanschaffen in de itemshop. En wat krijgen wij daarvoor? En iedereen trouwens. Iedereen krijgt daar 5% van. Dus 5% van jouw aankoop. Dus stel je geeft 10 euro uit, krijgen we 50 cent. Dat krijgt Ninja, dat krijgt CypherPK, dat krijgt letterlijk iedereen met een code. Ligt er maar net aan welke code je natuurlijk invult. Die creator krijgt dat. Nou, Ninja, je heeft wel heel veel verdiend in 1 maand. Weet je, laten we gewoon eventjes kijken naar deze clip. Het is echt niet normaal meer.
That's a big word. I don't know what that means. Like sarcastic. I actually thought for a second there was like a month where he actually had like he made a couple mil. And just I'm not familiar with that much money. Yeah, I think the most I've ever made in a month off of the creator code was like 5 mil. I'm not joking. You have literally more from your supporter creator code than my whole bloodline. You know, it's funny, man. I actually talked shit to someone the other day in a stream who was just roasting my League of Legends gameplay. I told him that I could buy his family tree. Oh, yeah. It was hilarious. I remember. Ja, deze man heeft gewoon 5 miljoen in 1 maand verdiend. Nou, weet ik wel ongeveer welke maand dat was. Toen was het bij ons ook hoger dan normaal. Namelijk, die maand was de maand toen Apex Legends was uitgekomen. Namelijk, elke creator kreeg 20% in plaats van 5%. Dat was natuurlijk een extra boost voor creators om toch Fortnite-content te blijven maken. Want ja, dat hielp natuurlijk met de inkomsten. Dus Ninja heeft dat natuurlijk ook gedaan. Die is altijd volgens mij wel doorgegaan met Fortnite. Of in ieder geval deels. En hij heeft gewoon eventjes toen 5 miljoen dollar verdiend. Ja, dat is echt abnormaal meer. En kan je beloven dat hebben wij er niet mee verdiend. Maar 5 miljoen, ja, ik denk dat geen enkele creator dat ooit heeft gehaald. Dat is echt volgens mij het meeste van allemaal. Dat denk ik. Misschien Tfue trouwens, want Tfue, zoals jullie misschien wel weten, heeft misschien nog wel meer verdiend, want hij heeft toen ook een tattoo en zo gezet op zijn been en zo. Volgens mij heeft FaceBanks ook een tattoo van de code van Tfue. Ja, misschien hij nog meer, maar ik denk niet dat hij het bekend gaat maken. Maar in ieder geval interessant dat hij het zo deelt, want eigenlijk mag dat niet. Je mag eigenlijk niet vertellen hoeveel je verdient, maar hij doet het alsnog. Goed, we gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes iets interessants, namelijk een statistiek van iOS-players, namelijk Apple. Die heeft namelijk een aantal statistieken, of in ieder geval 1 statistiek van Fortnite naar buiten gebracht. Namelijk dat ongeveer een Fortnite-speler op mobiel 47 minuten per week speelt. Dat is best wel weinig. Namelijk als je dat gaat vergelijken met de console of PC. Op de PC en console is het volgens mij ongeveer 7 uur wordt er gezegd. Dus dat is interessant. Dus dat is een behoorlijk verschil. 7 keer zo lang. Maar ja, het is ook vaker zo dat je op een mobiel eventjes snel een potje speelt als je ergens aan het wachten bent. En daarna gewoon weer een weg drukt. Op de PC of console ga je er echt voor zitten. Ga je er echt gewoon, ja weet niet. Dan speel je gewoon langer, weet je wel. Op de mobiel is het sowieso wat minder. Ja, is gewoon minder leuk. Laat het eerlijk zijn. Kunt minder doen. Je hebt geen creator volgens mij. Je hebt echt heel veel dingen niet. Dus ik snap ook wel. Op de PC en console is het gewoon meer aantrekkelijk om langer te spelen. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is ook gelijk het laatste topic. Namelijk, dit gaat eventjes over de week 9 cheat sheet van natuurlijk de Squatting Dog. Op deze manier kun je heel erg snel challenges doen. Dus ik zou zeggen, druk hem op pauze. Dan kun je hem gebruiken. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je het hebt genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je heel erg de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk ook hier beneden. En je kunt ons natuurlijk supporten in de item shop met de zak te veel gevraagd. Wij krijgen 5% van je aankopen. Wat ik dus net ook al heb verteld. #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.